Ja, wat presentie is. Presentie is hot. Dat om te beginnen. Presentie is hot. De presentiebenadering en de presentietheorie die zijn voortgekomen uit een heel groot onderzoek dat ik in de jaren 90 gedaan heb, bijna 10 jaar onderzoek. En daarin heb ik gevolgd wat goede werkers in werkelijkheid doen. Dus ik heb niet gezegd ik weet iets en ik ga het uitzoeken. Ik heb goede werkers opgezocht die zorg geven aan kwetsbare mensen. En ik heb ze zeer nauwkeurig onderzocht. Wat doen ze? En die blijken andere dingen te doen dan wat in handboeken staat en wat in lesprogramma's geleerd wordt op de hogeschool of op de universiteit. En bovendien blijkt dat die andere manier van doen, door mensen die zorg nodig hebben, buitengewoon gewaardeerd wordt. Die zeggen in een opluchting tegen mij, gelukkig, het zijn geen professionals. Terwijl dat heel erg prachtige professionals waren. Presentie is een naam voor die andere manier van doen. En die andere manier van doen, die hebben we niet alleen beschreven, we hebben er ook een theorie van gemaakt, waarin we proberen uit te leggen. Ze doen niet alleen anders, maar dat wordt erg gewaardeerd. Hoe kan dat nou? Hoe werkt dat nou? Wat doen die mensen nou? Nou, wat is nou kenmerkend voor presentie? Het woord presentie, laat het eigenlijk al zeggen, zorg dat je erbij bent. Niet met je eigen ding bezig zijn, niet met je eigen theorie, niet met wat subsidiabel is, niet met wat de baas vraagt. Met je kop, met je lijf, met je handen bij de ander zijn. Dat is één. Tweede belangrijk kenmerk van de presentiebenadering is dat wat je met een ander doet of laat, moet ingegeven worden door de relatie die je met iemand hebt. Dus presentie is door en door een relatiegestuurde aangelegenheid. Wat ik met jou doe, of wat ik met jou laat, of wat mag, dat moet ik leren begrijpen in de relatie. In de relatie moet jij de kans krijgen om je te laten zien. Ik moet de kans krijgen om dat te begrijpen. En dat is maatgevend voor wat we doen. Dus niet wat mijn hobby is, niet wat in de mode is, niet wat de politiek zegt. Wat in de relatie kan blijken als een groot goed. Dat is ook heel typerend. Dat betekent dat het, dat is een ander trefwoord voor presentie. Presentie streeft naar aansluiten, 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 aansluiten. Aansluiten door in die leefwereld te zijn. Aansluiten in taal. Aansluiten in logica. Aansluiten in je optreden. Presentie draait om relatie en aansluiten. Relatie en aansluiten. Daar ligt de bestaansgrond van zorg en welzijn. Waarom zou je iets van ander betekenen? Omdat je aansluit en de ander daarmee van dienst bent. Dat is toch de ratio. Dat geeft overigens wel een heel sterk karakter aan die presentie. Die volgehouden nadruk op bij de ander zijn, aansluiten enzovoort. Dat betekent dat we tamelijk afkeer zijn van een bureaucratische logica. Dat betekent dat, ik ben een groot voorstander van strenge professionalisering. Maar dat betekent niet dat je zomaar je professionele ding gaat doen. Dat moet iets zijn dat in afstemming op de ander tot stand komt. Wat je voor je professionele kunnen gaat gebruiken of niet gaat gebruiken, dat kun je doen. Dat zijn echt heel belangrijke kenmerken van presentie. Het woord present moet je eigenlijk ook voorzien van een voorzetsel. En dan zeggen we het als volgt. Pas als je met iemand bent, kun je er voor iemand zijn. Hoe zou je in hemelsnaam er voor iemand willen zijn als je hem niet kent, als je hem niet deelt, als je niet weet waar zijn leven over gaat, als je niet weet waar zijn verlangen uitgaat, als je niet goed weet waar zijn pijn zit. Het betekent in feite, presentie heeft veel meer kenmerken. We noemen er over het algemeen een stuk of 20, en dit waren er maar 3, dus we houden nog heel veel achter, dat werkt natuurlijk als een appetizer, dan kunnen mensen nog veel meer achterhalen. Maar het is wel van belang om te zeggen, dit soort kenmerken, die zijn door mij gevonden in het veld. Ik ben inderdaad de geestelijk vader van de presentietheorie. Maar ik ben niet de geestelijk vader van presentie. Dat zijn die mooie werkers in het veld die het doen en van wie ik dat geleerd heb. Dus ik heb in dat veld die kenmerken van goede werkers geleerd, geordend, verdiept, bij elkaar gezet. Dat is die presentietheorie. De presentiebenadering wordt in het veld al gedaan door goede, begenadigde, prachtige werkers. Nou is dat een onderstroom, want de meeste werkers die staan stijf van de competenties en van de protocollen en van wat ze moeten van de baas en van de tijdsdruk en van gehaastigheid en van nieuwe projecten en van een projectcarousel en die komen niet aan presentie toe. Presentie is sinds het
echt in de wereld is gezet. 2001. Het jaar des Heren, 2001 is dat gebeurd. Percentiewerkers werken zij er dol op. Die herkennen er iets in van hun oorspronkelijk motief, van wat ze willen doen, van waar hun energie zit, waar hun liefde, passie voor het vak zit. En presentie is in dat opzicht voor heel veel werkers ook een antwoord op de pijn die ze nu leiden. Je wordt beknot. Als je namelijk zegt dat je zorg geeft, aan welzijn doet, dienstverlening doet, vanuit aansluiten, dan heb je dus behoefte aan scharrelruimte. Een zekere scharrelruimte moet je hebben. Als je wilt uitleggen, die beroemde accountability, waarom het goed is wat je gedaan hebt, dan bedienen wij ons, los van een aantal cijfers, natuurlijk heel graag van verhalen. Want als ik de ander ontmoet, als het gaat in die betrekking, als het gaat in afstemming, ja, dan kan ik niet zo goed aan cijfers uitleggen wat ik doe. Dat wil ik ook wel doen, daar ben ik helemaal niet vies van. Tegendeel zelfs. Maar de belangrijkste manier om uit te leggen zijn verhalen. Dit soort dingen, een zekere ruimte hebben, mogen werken op het niveau van verhalen, werken met ander soort kennis, dat hoort er dus bij. Presentiebenadering is dus goed aangeslagen. Het refereert aan een bepaalde manier van doen. Het refereert aan de vreugde en passie van werkers. Presentiebenadering wordt door cliënten, dat is dus de tweede partij, door afnemers van zorg, zeer hoog op waarde gesteld. Als je aan presentie doet in de jeugdzorg, in het opbouwwerk, maatschappelijk werk, in ziekenhuizen, dan veren je patiënten, cliënten, veren ervan op. Wat ze ervaren is, er is dus kennelijk iemand voor mij. Niet een functionaris die achter de dijk ligt, waar je helemaal ergens achterheen moet bellen, die achter een antwoordapparaat zit en moet toets 1, toets 2 en dan is hij uiteindelijk, heeft hij een ATV-dag of hij is op cursus met zijn collega's enzovoort. Werkers merken dat presentie, of cliënten merken dat presentiewerkers mensen zijn in hun omgeving. Die kan je zien, die kan je aan de mouw trekken, die doen niet zo moeilijk, die zijn dichtbij, die hebben wat ruimte voor je, die vergeten je niet. Dat soort kenmerken als trouw zijn, aanspreekbaar zijn, interrumpeerbaar zijn, zijn belangrijke kenmerken die cliënten ervaren. Een interrumpeerbare werker is dus een werker die niet zomaar zijn ding doet. Die kan je aan de mouw trekken en dan doet hij wat anders. Interrumpeerbaarheid is trouwens een kenmerk van barmhartigheid. Hè? Onbarmhartige mensen doen hun eigen ding. En mensen met barmhartigheid laten zich interrumperen. Dus dat is ook wat cliënten merken. Denk, oh, deze trekt zich dat wel aan. Dat is wat cliënten ervan merken. Dus ik zeg iets van werkers, ik zeg iets van cliënten. Presentie is eigenlijk een heel uitgewogen benadering om ook met moeilijke, kwetsbare mensen om te gaan. Als je omgaat met dementen, dan kom je met presentie aanzienlijk verder dan met andere. Als je betrokken bent op, bijvoorbeeld in de jeugdzorg, jongeren met een meervoudige diagnose, ik noem maar wat, verstandelijk beperkt, verslaafd, moeilijk opvoedbaar, gedragsgestoord. Er is bij één manier eigenlijk om werkelijk iets met de jongeren te doen, dat is dichtbij komen, de relatie met aangaan, met hem meegaan, bij ze zijn. Dan kan je ze aansturen, dan kan je iets voor ze betekenen. Dat is overigens wat Michel de Winter in alle toonaarden iedere keer weer roept. Niet op afstand gaan, kom dichtbij, meng je in dat leven. In dat leven kan je zien wat je moet doen. Wie er van buiten kan blijven staan, gaat stoer doen. Gaat zeggen dat dingen hard moeten. Niet doen. Presentie is oorspronkelijk echt uit de hoek van zeer kwetsbare mensen gekomen. Presentie verovert Nederland. Het zit nu in allerlei werksoorten. Psychiatrie, maatschappelijk werk, ik noemde het al. Scholen willen er iets mee, ROC's willen er iets mee, je jongeren vasthouden. Zo zou ik veel meer dingen doen, gevangenis wil met mee werken, in de pedagogiek enzovoort. Meerdere terreinen, meerdere aanpak, goed voor werkers, goed voor cliënten en goed voor managers. Presentie is niet alleen iets wat je doet op uitvoerend vlak. Presentie is ook een manier van omgaan van managers met hun mensen. Wie wil hebben dat je in de eigen organisatie werkers aan presentie doet, die moet ook presente managers hebben. Managers die met de zweep knallen en dan vervolgens aan hun werkers vragen om present te zijn voor werkers, dat wordt niks.
Managers moeten het goede voorbeeld geven. En je kunt present managen. Dat kan je ook doen in grote straffe organisaties als ziekenhuizen, scholengemeenschappen. Je kunt present managen. Presentie gaat dus niet alleen over uitvoeren. Presentie gaat ook over leiding geven. Het gaat ook over afrekenen. Het gaat ook over geld en wat iets meer zijn. Dat zijn de drie partijen. Wat hebben werkers eraan? Wat hebben cliënten eraan? Wat hebben instellingen eraan? En voor de samenleving zou ik zeggen, is presentie, zo werken we dat ook uit, is een ethiek, een zorgzame ethiek van een fatsoenlijke samenleving. Dat is wat voor de samenleving is.